ontruiming die ik uitgesteld heb, omdat iemand inderdaad gewoon suicidaal was. Maar op een gegeven moment houdt dat op. Ja. Ja. Dan zie je inderdaad die kleine kinderen met de teddybeer. Zie je de corona. Met die pet van de Zalando. Die had al, was die pet 30 euro of zo. Ja. En nu zit ze boete ongeveer 800 of zo. Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Florien en vandaag loop ik een dag mee met een deurwaarderskantoor. En vandaag loop ik een dag mee met Rob en ik heb er super veel zin in. Ik heb wel echt alleen maar drama en je ziet me ook de hele tijd heen en weer kijken, want ik ben nog steeds aan het rijden. Het ligt overal sneeuw hier in, we gaan richting Brabant, Eindhoven, de gekste. En we gaan letterlijk naar Woensel. Voor degene, als je een beetje rap kent en zo, Woensel West, you know. Maar goed, het sneeuwt hier dus blijkbaar, of het heeft hier gesneeuwd. Het is hier super glad, is constant overal file. Het is dramatisch. Ik zei, hebben we half negen afgesproken. Het is 9:50. En ik zou in eerste instantie 9:45 aankomen. Gelukkig kom ik nu veel eerder aan omdat ik een andere weg heb gepakt. Dus daar ben ik mega blij mee. Maar het is gewoon dramatisch. En ik haat te laat komen. En ik vind dat ook gewoon vervelend om te laat komen. Ik ga heel langzaam rijden zodat de camera blijft staan. Ik heb er heel veel zin in. En ik ben super blij dat het me is gelukt om een deurwaarderskantoor te vinden. Want iedereen die zei nee, ik heb super veel deurwaarderskantoren gemaild. En iedereen zei nee, privacy, nee, kan niet, bla bla bla. Ik heb zelfs de deurwaardersbond, of een bond voor deurwaarders, of I don't know, something, iets in die richting, heb ik gemaild. Ook zij zeiden letterlijk, ik denk niet dat het je gaat lukken, dus veel succes. Maar ga er maar vanuit dat je overal nee krijgt. Maar het is me gelukt. En mega blij mee. En dat, ik zeg je eerlijk, dat motiveert me ook steeds meer om de onbereikbare mensen en onbereikbare beroepen en bedrijven toch te mailen. Omdat uiteindelijk is alles mogelijk. Dus dat wil ik jullie ook als tip meegeven, jongens, jullie kijkers. Alles is mogelijk als je het maar blijft proberen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Het is echt, zoals je ziet, oh my god. Het is echt super glad en overal ligt sneeuw. En nou, hier voor me rijdt een van mijn toekomstige gasten. De incidentenbestrijders van de ProRail. Daar wil ik echt heel graag bij meedraaien. Ik ga dus lekker een dagje meedraaien met het deurwaarderskantoor. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik weet gelukkig al een beetje wat het inhoudt. Omdat ik natuurlijk recht heb gestudeerd. En daar moesten we ook wel eens een dag meelopen met een bedrijf. Of met een, nou ja, iets in de juridische kant. En toen heb ik ook al twee keer met een deurwaarder meegelopen. Dus ik weet wat het inhoudt. En wel grappig, want ik heb toen 2 dagen gehad bij 2 verschillende kantoren. En die dagen waren allebei anders. De ene dag was echt heel bizar. En dat was ook echt een van de eerste keer dat ik zoiets had meegemaakt. Want het was echt heel heftig. Even kijken waar ik naartoe moet worden. Ja, ik zit goed. Dit was echt heel heftig. Want die vrouw werd uit haar huis gezet. En er waren nog kinderen bij. En die vrouw was niet helemaal, niet helemaal 100. Ik denk meteen heel lullig. Maar die was gewoon niet voor de toerekening vatbaar helemaal, denk ik. Dus zij was heel heftig. En heel emotioneel en best wel agressief ook. Die andere dag was ook heel leuk. Was echt een hele aardige deurwaarder. Was een heel tof kantoor. Alleen daar gebeurde gewoon net iets wat minder. Maar dat was ook heel leuk. Dus ik ben heel benieuwd wat de dag gaat brengen. Waarschijnlijk gaan we er nog een deel 2 van maken. Omdat we nu best wel kort filmen. En ik ook natuurlijk best wel wat later ben. Maar goed, ik heb er heel veel zin in. Ik ga me nu weer focussen op het rijden. En ik zie jullie als ik er ben. Oké, ik zeg je eerlijk, hoe KUT deze rit ook is, dit is wel echt pretty hoor. Dit is wel echt wat ik heb gemist. Alleen, we hebben dit gewoon niet in de stad. Ja, dat klinkt heel stom en dat klinkt echt super, bekakt. Dat hebben wij niet. Maar dit is zo cool. Hoe cool is het als we dit gewoon weer elke winter hebben? We moeten echt beter voor deze aarde zorgen hoor, jongens. Maar wauw, holy shit, zo cool. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien ben ik met Rob aangekomen. En Rob, vertel, wat gaan we doen? Nou, als eerste hebben we een adres dadelijk in de gemeente Zonnebreugel. Dat is een klein plaatsje tegen Eindhoven aan. Deze dame heeft een schuld aan DUO, het ministerie van Onderwijs. Ja. Het gaat dan om een studieschuld. Mevrouw heeft eerst 3 dwangbevelen al gekregen van ons. Dwangbevel is eigenlijk, daar staat de schuld in omschreven. Ja. En dat is voor ons de titel waarmee we aan de gang kunnen gaan. En dan dat breng je ook al naar iemand zijn huis? Ja, dat daarmee begint ons traject. Dus wij zijn er aan de deur geweest. Ja. Luister, je hebt dus de studieschuld, 3 dwangbevelen, die moet je terugbetalen. We hebben die alle 3 tegelijkertijd uitgebracht.
maar het maar één keer kosten. Oh, oké. Okay. Je bent dus niet drie keer al langs geweest? Nee, het zijn één bezoek en dan drie dwangbevelen. Ja. Nou, daar is ze niet op gereageerd. Vervolgens wordt er een loonbeslag gelegd. Dus we zijn naar de werkgever van mevrouw toe gegaan. We zeggen van, nou, deze mevrouw heeft een studieschuld, die betaalt ze niet. Wij leggen beslag op een deel van het inkomen. Ja. Van het inkomen, daar gaat de beslagvrije voet van af. Dat is het bedrag wat mevrouw gaat krijgen, waar ze van moet gaan leven. Om van te leven, ja. Het meerdere gaat naar ons toe. Ja. Het meerdere houdt ook in, het vakantiegeld eventueel wat ze krijgt. Bonussen. Alles extra eigenlijk. Alles extra, ja. Beslag is gelegd en mevrouw krijgt er vandaag de kennisgeving van. Dus binnen 3 dagen moet dat stuk weer opnieuw afgegeven worden. Oh, oké. Wat ze krijgt is het beslagstuk wat bij de werkgever is afgegeven, een kopie daarvan. Ja. En ze krijgt de berekening van de beslagvrije voet, krijgt ze erbij. Oké. Aan de hand van de gegevens die bij ons bekend zijn. Dus dan weet je wat ze nu dus kan verwachten en wat ze nu dus binnenkrijgt. Ja. Oké. En dan zo'n werkgever waar je dan langs bent geweest, hoeveel tijd zit daar tussen totdat deze mevrouw dit nu krijgt? 3 dagen. Oké. Dus is het niet dat het al lang van verslag van begonnen is? Nee, en dat nee, zij. Oké. Okay. Althans, in dit geval is het 3 dagen, zie je. Dus. Oké. Okay, ja, ik neem het op mijn schoot mee en dan gaan we rijden. Nou ja, Rob en ik hadden het dus net even over het beeld wat er van de deurwaarders is. En wat vaak die programma's laten zien. Dus dat ze bij wijze van alles leeghalen of leegtrekken. En dat het enige is. Maar ik vind het ook, want ik weet ook dat het meer is. Ik vind het ook wel belangrijk om te laten zien dat deurwaarders, dat meer is dan alleen maar betalen of leeghalen. Laten we het zo maar dan zeggen. En Rob had net wel van mooie voorbeelden. Ik weet niet of je alles kan vertellen, maar dat je eigenlijk wel echt je best doet. In heel veel gevallen eigenlijk. En dat het niet betalen of leeghalen meteen is. Nee, dat is een situatie die was, toen ik naar deurwaarder was dat meer van toepassing. En dan was het inderdaad meer met de bottenbel. Maar de maatschappij verandert en ook onze beroepsgroep is daar heel sterk in veranderd. Maar geef je nou aan dat het dan vroeger wel zo was? Ja, vroeger was het inderdaad veel strikter. Dan was het inderdaad van, je betekent het vonnis of je geeft de stukken af. En vervolgens is het betalen en zo niet, werd er inderdaad meteen beslag gelegd. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Terwijl je tegenwoordig veel meer kijkt van, nou goed, wat is er mogelijk? Wat is er mogelijk bij deze specifieke situatie? Ja, ja. Je gaat veel meer gericht op dossierniveau kijken van, kan deze persoon dat betalen? Is misschien raadzaam om een lagere aflossingsregeling te treffen? Moet je de klant niet adviseren van, nou goed, in dit geval moet je daar mee akkoord gaan of kun je daar beter mee akkoord gaan? Ja. Want wij zien ter plaatse, iets anders is gewoon niet mogelijk. Nee. En ik gaf toen straks het voorbeeld van een ontruiming die ik uitgesteld heb, omdat iemand inderdaad gewoon suicidaal was. Ik bedoel, heel simpel gezegd, ik heb dat vonnis, ik kan dat uitvoeren. Maar ja, je hebt ook als deurwaarder nog een maatschappelijk belang en een maatschappelijk gezicht. Dus dan ga je in contact met hulpofficier, hulpinstanties en de woningbouwvereniging van, nou goed, als we dit nou eens gewoon even uitstellen, zorg ervoor dat de juiste hulp bij deze meneer terechtkomt. En zijn zij daar nou vaak lastig in, rechtbanken, hulpinstanties? Of merk je wel dat mensen steeds meer begrip tonen of hebben voor situaties van mensen tegenwoordig? Is de laatste jaren is dat heel sterk veranderd. De gemeentes pakken daar een hele actieve rol in. De woningbouwverenigingen hebben een hele actieve rol in het voorkomen van ontruimingen. Ja. Maar kijk naar het CIB. Vroeger was dat heel simpel. Er kreeg een dwangbevel van het CIB. Ja. En dat zijn hele strenge. Dat was uitvoeren. Maar tegenwoordig kun je zelfs bij het CIB een aflossingsregeling treffen. Iets wat 10 jaar geleden ondenkelijk was. Ja, dat is wel weer zo. Dus het houdt wel meer in. En ik ben ook wel van mening dat deurwaarders dat het echt wel proberen. Dat is ook wel wat ik vaak hoor. Van ook de deurwaarders waar ik toen mee heb meegelopen, die zeiden ook van, joh, probeer echt wel vaak met bepaalde dingen mee te denken. Ja. Als er kinderen in het beeld zijn, dat ik toch even altijd even nabel of even check. Dat is wel even goed voor jullie om te weten. En wat is nou, dat is natuurlijk wel een beetje de standaard vraag, wat is nou de situatie die je het meest is bijgebleven? Als in, dat was het ergst, of misschien wel een hele leuke situatie, hoewel dat misschien een beetje krom klinkt. Nou, het meest vervelend wat ik zelf vond, is inderdaad de ontruiming van een jong gezin met 4 kleine kinderen, die je dan inderdaad feitelijk gewoon echt op straat zet. Ja. Soms zijn ook onze handen en voeten gebonden. En is de situatie vandaar dat wij inderdaad gewoon uitvoering moeten geven aan de titel die er ligt.
Ja, en dan rest weinig anders dan die mensen op straat te zetten. Ik wil inderdaad niet zeggen dat we niet alles aan hebben geprobeerd om daar de juiste hulp bij te vinden. Ja. Maar ja, op een gegeven moment houdt dat op. Ja. Ja. Dan zie je inderdaad die kleine kinderen met de teddybeer. Zie je de corona uit. Oh, serieus? Oh, dat lijkt me zo erg. Ja, dat is het. Ja. Dat hoor ik van zoveel gasten tegenwoordig. Van als je het kan refereren aan jezelf. Ja. Of als je dan ook dat het dan zoveel harder binnenkomt. Ja. En ik blijf erbij. En de ontruiming is eigenlijk een van de verstgaande acties die een deurwaarder kan doen. Want je zet iemand feitelijk echt op straat. Oh, echt op straat. Ja, je zet natuurlijk iemand gewoon op straat. En die spullen worden natuurlijk ergens opgeslagen voor een bepaalde tijd ook maar. Ja, ja, je krijgt inderdaad, die situatie is 2 jaar geleden veranderd. Vroeger was het de deurwaarder die inderdaad ging kijken van nou, de spullen worden op straat gezet. In overleg met de woningbouwvereniging en eventueel gemeente van waar gaat er mee gebeuren. Tegenwoordig is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dus de deurwaarder haalt de woning leeg, zet de spullen op straat en de gemeente gaat bepalen. Gaan we het opslagen voor 2 of 13 weken? Of laten we het eventueel vernietigen. Maar goed, laten we dan ook meteen duidelijk maken. En zoiets gebeurt natuurlijk niet zomaar. Het is niet zo dat mensen alleen maar onschuldig zijn. Natuurlijk heb je mensen die minder toerekeningsvatbaar zijn of waar iets mee is. Maar het komt er niet zomaar van. Nee, dus dat willen we wel even. Je hebt eerst natuurlijk het feit dat iemand de huur niet betaalt. Of inderdaad overlast veroorzaakt. Want dat komt natuurlijk ook regelmatig voor. Huur niet betalen, vervolgens wordt er door de woningbouwvereniging gemaand, er wordt gebeld, er wordt heel actief opgetreden om te kijken van nou goed, wat kunnen we oplossen? Ja. Door middel van de betalingsregeling of even laten eventueel aanbieden van vervangende woonruimte. Want het is al, daar begint het wel altijd mee. Je hebt altijd de kans om een betalingsregeling te treffen of bijvoorbeeld dat je nog een x-periode hebt. Misschien wellicht wordt dan het bedrag verhoogd, maar het is altijd. Je krijgt altijd een periode waarin je het nog kan oplossen. Ja. Bij de een is het wat langer dan bij de ander. Maar vervolgens komt die zaak bij de deurwaarder. Nou, die gaat dan ook nog eens een keer kijken van wat kunnen we in deze zaak oplossen. Ja. Er wordt aangeschreven, er wordt gebeld. Er wordt eventueel langs gegaan met een persoonlijk bezoek. Van nou, wat als we iemand niet te pakken kunnen krijgen. Ja. Vervolgens, als dat niet tot een oplossing leidt, ja, dan is het inderdaad de deurwaarder die de dagvaarding gaat bezorgen. Daarmee wordt het wel heel concreet. In die dagvaarding staat van luister, je hebt een huurschuld. De zaak komt voor de rechter. De rechter doet uitspraak. Met dat vonnis gaan wij als deurwaarder weer aan de deur. Dat gaan we afgeven. Dat heeft betekenen van het vonnis. Dan wordt er inderdaad aangegeven. Luister, de zaak is voor de rechter geweest. De rechter heeft bepaald dat de huurovereenkomst ontbonden wordt. Je hebt 14 dagen de tijd om de woning leeg te maken. Oh, dat heb je natuurlijk ook nog. Ja. Die tijd dat je iets leeg moet maken. Ja. Dat klopt inderdaad, ja. En als je dat niet doet, dan staan jullie gewoon vervolgens voor de deur. Op de geplande datum staan we inderdaad voor de deur met hulpofficier, ontruimploeg, slotenmaker. Oh ja, die ellende. Wat houden die veilingen altijd in? Want dat heb ik natuurlijk ook wel eens in dat programma gezien. Maar wanneer hou je een veiling dan? Nou, als het stuk in beslag, pak ik bijvoorbeeld een auto. Ik neem een auto in beslag, die stel ik veilig. Dan komt er een moment dat die auto geveild gaat worden. Ik plaats een advertentie. Tegenwoordig kan dat bij de KBVG, onze overkoepelende organisatie. Ja. Dan wordt een datum in aangekondigd. En op die datum zorg ik dat ik aanwezig ben. En eventuele opkopers of geïnteresseerden in dat voertuig, die kunnen een bod uitbrengen op dat auto. En dat is gewoon echt een veiling. Van, nou, wie biedt? 100 euro, 200, 2000, 3000. Tot er niet meer geboden wordt. En dan wordt de auto daarvoor verkocht. Maar het is wel echt zonde, want het kan natuurlijk voor heel veel minder opbrengen dan dat je bijvoorbeeld het zelf zou doen of de marktwaarde wordt nooit betaald. Maar dit zijn ook wel bepaalde bieders die daar dan toch op komen. Je ziet heel vaak dezelfde gezichten inderdaad. Ja. Dus nu op naar een werkgever, toch? Werkgever, ja. We gaan een loonbeslag leggen. Dus het is anders dan wat we net hebben gedaan, want toen zijn we gewoon langs mensen zelf gegaan. Dat was eigenlijk het vervolgstuk. Dus je legt eerst het loonbeslag en daarna ga je bij de mensen langs. Oh, dus bij die mensen was dat al gebeurd? Was dat al gebeurd? Oh, dit is nog een stapje terug. Dit is een stapje terug. Oké. Okay. Nou, wij gaan het doen. Ik ga natuurlijk niet filmen, maar. Maar hebben we wel eens werkgevers die echt zeggen van, dit wist ik helemaal niet, of die heel raar reageren? Ja, je hebt er werkgevers bij die zijn natuurlijk niet blij ermee, want het is voor hun extra werk wat ze moeten gaan doen, want de salarisadministratie moet dat salaris gaan verdelen. Ja. En je hebt natuurlijk werkgevers die denken van, nou goed, mijn medewerker heeft financiële problemen, daardoor kan hij stress krijgen. Dat kan ook inhouden dus dat hij minder productief gaat worden. Ja, dus het levert hun ook alleen maar problemen op. Ja. Mogen ze iemand ontslaan met dit soort dingen? Nee, dan mag je niet ontslaan. Nee.
Oké. Nou, wij gaan er binnen. Dan eens even kijken. Rob, wat gaan we doen? Echtscheiding, papier, nee? Echtscheiding... Verzoek tot echtscheiding. Jij moet het uitleggen. Ja goed, mensen, kijk... Verzoek tot echtscheiding, moet dat ook door een deurwaarder? Ja. Altijd? Ja. Echt? Daar zou je niet aan denken als ik heel eerlijk ben. Als partijen gaan scheiden en alles is een pijs en vree, hè, dus ze zoeken samen een advocaat en ze regelen het allemaal samen, dan is er verder geen geweld. Maar stel, ik wil gewoon scheiden en dan stuur je die papieren. Kan je dat dan ook zelf doen? Zelf papieren maken, invullen en... Nee, dat wordt altijd via jullie gedaan? De rechtbank vindt dat meestal niet heel goed. Oh. Dus dan moet het altijd via jullie of via de rechtbank? Nou, wat wij inderdaad krijgen zijn vaak de probleemgevallen. Waar dat er inderdaad een bondscheiding plaats moet vinden. Alimentatie moet geregeld worden, dat soort dingen. Ja. Nou, en als daar een rechter een uitspraak in moet doen, dan heb je dus inderdaad ook weer een deurwaarder nodig die stukken gaat bezorgen. Ja. In dit geval heeft een advocaat. Dus gaan we die stukken bij de advocaat gaan we afgeven. Oh, we gaan nu naar de advocaat gewoon. Ja. Oh, we gaan niet naar de echtgenoten. Nee, in dit geval zit het bij het advocaatkantoor. Oh. Echtgenoten krijgen we straks. Oh, gezellig. Althans in een andere kwestie. Oh, oké. Okay. Nou, gezel. En hoe ziet, misschien voor de mensen die denken van, nou, dat lijkt me misschien wel interessant. Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een deurwaarder eruit? God, gaat weer die wekker af. De gemiddelde werkdag van de deurwaarder. Er wordt een route gepland. Afhankelijk van het aanbod van het aantal zaken in een bepaalde regio. Ja. Dat wisselt van, soms zijn er 30 exploten, dan weer 40, dan weer 50. Mm-hmm. Een beetje afhankelijk inderdaad van het aanbod. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een ontruimer erbij hebt zitten. Nou, een ontruimer weet je nooit hoe lang dat gaat duren. Dus dan wordt het kijken inderdaad wat je die dag nog uit kan rijden, extra aan exploten. En als je het nou niet afkrijgt, gaat het gewoon naar de volgende dag? Dan wordt het teruggezet en dan wordt het inderdaad... Kijk, de spoedklussen, losse kwesties, en die moeten gewoon dan uitgereden worden. En dat betekent soms dat je... Dat je overwerkt, Tot s'avonds wat later door moet rijden. Ja, dat klopt. Maar mijn werk, dat kan ik van tevoren nooit helemaal plannen. Je kwam vanmorgen in ons kantoor en je ziet de eerste vraag die staan... Oh, kun je nog vlug even een bankbeslag leggen? Ja. Nou ja, dan moet dat inderdaad, hè, dat is inderdaad de spoedklus, dat moet dan meteen gebeuren. Kan ook zijn dat de planner straks meldt van, goh, ik heb nog een losse opdracht, die moet vandaag, het advocaatcontract, mm-hmm, de lokale termijn. Nou ja, kun je nog naar Den Bosch rijden? Nou ja, dan springen we in de auto en dan rijden we naar Den Bosch. Ja, dus het is afwisselend. Heel afwisselend. Mensenwerk. Ja. Veelzijdig natuurlijk dan ook. Hard werken, op zich eigenlijk ook. Nou, het is vooral mentaal. Mentaal, Vermoeiend kijken, in de auto zitten, daar word je niet echt moe van. Nou, ik wel hoor, met al die mensen op de weg. Ja, maar door jouw hoogste zin in je rechtervoet van het gaspedaal induwen. Ja. Maar nee, maar het is wel heel de dag op. Hè. Je zit heel de dag op de weg, dus A, vergt dat een aandacht natuurlijk. Ja. Daarnaast ben je met je werk bezig, ook dat vergt de nodige aandacht en zorgvuldigheid. Dus het is geestelijk is het best op zijn tijd een uitdaging. Maar dat maakt het wel weer leuk. Het is wel het veelzijdige eraan. En je weet eigenlijk nooit wat je te wachten hebt. Want je weet ook nooit hoe iemand reageert. Nee, op het moment dat ik die bel induw, dan is het altijd een verrassing van wat krijg ik voor me. Maar je vertelde dat je wel eens mensen bedreigt, maar dat het nog niet vaak is voorgekomen. Nee, in al die jaren dat ik dit werk nou doe, heb ik 2 keer aangifte gedaan. Eén keer was ik op het woonwagenkamp, toen gooiden ze een bloempot in mijn auto kapot. Ja, heb ik schade, moet ik aangifte doen. Ja. En 1 keer vond iemand het nodig om me in mijn gezicht te spugen. Ja, dat is wel echt fucked up. Ja, dat is wel echt. Maar dan nooit iemand die bijvoorbeeld uithaal maakte of vuist of zei van ik ga jou nu... Nee, je krijgt wel eens, je ziet mensen heel hoog in een emotie zitten. Dus die zijn wel agressief en die reageren agressief. Maar als je daar het gesprek mee aangaat... Dan zie je langzaam inderdaad. Ja, oké. Dus je moet ook wel een beetje mensenkennis ook en een beetje compassie tonen. En... Ja, maar dat ik bedoel, je gaat mensen spreken die in een heel lastig pakket zitten. Ja. Of dat ze daar gewild of ongewild in terecht komen, dat doet dan even niet de zaken. Maar ik kom er als boodschapper van het slechte nieuws. Ja. En ik kom er waarschijnlijk, ik kom aan het geld van die mensen. Of aan persoonlijke bezittingen. Ja, bezittingen inderdaad, ja.
Oké. Okay. En ga je zelf maar naar. Je zou het ook niet fijn vinden als ik bij jou kom en je bank zou meenemen. Ik krijg echt stress van al die bedragen. We hadden het er net al over. Ik krijg daar stress van. Oh, als ik dan zie dat gewoon dat iemand dan, weet ik veel. Nou, dat was het, je altijd met die jongen met die pet van de Zalando. Die had dan, was die pet 30 euro 30 of zo. Euro, ja. En nu zit ze boete ongeveer 800 of zo. Ja. Nou, daar krijg ik stress van. Of dat mensen dan iets van, nou, wat was het, 2000 euro hebben. En dan komt er alles bij. En dan lossen ze een deel af. En dan komen ze nog hoger uit omdat ze zijn gestopt. Ja. Nee, ja, mij niet meer. Gewoon die rekeningen betalen, jongens. En wat jij altijd zegt, in gesprek blijven. Blijf in gesprek. Met degene die, nou ja, met de, ja, incasso, eventueel in de incassobureau. Of dat incassobureau, een deurwaarder, schuldeiser. Schuldeiser, ja. Blijf gewoon in contact, jongens, en betaal het gewoon. Oké, we gaan er binnen. Doei. Ja, okay. Nou, jongens, ik heb lekker sfeerliggie. Lekker, de zon gaat net schijnen als ik deze vlog af zou sluiten. Nou, zoals jullie kunnen zien ben ik lekker thuis gekomen. Ik heb lekker uitgeparkeerd en het was echt wel een leuke dag. Ik moet wel zeggen, het was geen lange dag. Het is nu 2 uur en gelukkig heb ik niet weer 2 uur in de auto hier gezeten. Maar had ik geen wielen en was het maar een uurtje. Maar het was een kort dagje en dat kwam meer natuurlijk ook omdat ik natuurlijk gewoon een uur te laat was. En Rob gewoon nog een vergadering later had. Dus dat is gewoon heel jammer. Maar daarom komt er een part 2. Fucking excited. Dus dan weet hij dat in ieder geval dat er een part 2 komt. En, maar desondanks was het gewoon wel leuk. Het was gezellig. En ik heb natuurlijk ook weer veel geleerd. Ik hoop dat jullie weer veel geleerd hebben. Het was kort, maar krachtig. Maar daarom komt er ook een deel 2. Waarin we natuurlijk uiteraard nog meer gaan vertellen over wat het werk inhoudt. En dan zien jullie ook ongetwijfeld waarschijnlijk wat ontruimingen. Of iets dergelijks. Ja, en ik ben gewoon super blij dat ik mee mocht. En wat Rob al zei, het is bij hun super laagdrempelig. Nou ja, ik ben gewoon heel blij dat ik heb mogen meedraaien. En dat ik ook weer mag terugkomen voor een deel 2. Als jullie het nou een leuk vlog vonden, doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet te volgen op Instagram om op de hoogte te blijven van alles. En als je nou een idee hebt met wie of wat ik de volgende keer moet meelopen, laat het vooral even weten in de comments. Of via een DM op Instagram. En laat ik even weten wat je van de vlog vond in de comments. En dan zie ik jullie volgende week weer.